hoe vind je je eigen innerlijke bron van waaruit je de kracht putt om dit allemaal vol te houden, om dit te doen? Nou, ik geloof ook in God en ik geloof ook dat Hij er voor me is en dat ik ook dienstbaar mag zijn in een manier zoals ik hier op de aarde sta en wat mijn talenten zijn. En dat mijn leven wordt geleid zoals het loopt. En ja, dat ik dus nu ook ingezet mocht worden op de IC, ja, was ik eigenlijk toch ook wel heel blij omdat ik dat mocht doen. En daar voel ik me ook in geleid en ook gesterkt en ook vol vertrouwen. Ja, dat je daarmee ook de dag aan kan en nieuwe dingen aan kan. En een soort tegemoet treden van nieuwe dingen, dat je dat weer aandurft, zeg maar. Ja. En soms kan ik dingen niet begrijpen, hè? Waarom komen die nare ziektes voort en waarom moet dat mensen treffen en waarom moet dat gezinnen treffen en heel verdrietig. En maar soms brengt het, ik merk wel zelf in mijn eigen gezin, dat het ook wel heel veel saamhorigheid in ons gezin brengt. We hebben nog nooit zoveel gezelschapsspelletjes gedaan. En dat je jezelf ook rust mag nemen, lekker even in bad zitten of iets minder streng voor jezelf zijn met school voor de kinderen, zolang ze maar hun werk goed doen en hun werk afronden en blijven ontwikkelen en leren. Ik denk, je moet het jezelf niet altijd te zwaar maken, denk ik. Nou, ik ben wel christelijk. Ik ga naar de kerk, want ik geloof in God. En dat biedt heel veel. Maar dat geeft, ik denk ook wel eens, nou Heer, het had ik even iets minder gekund op de aarde nu hoor. Omdat de hele wereld op zijn kop staat. Dus daar put ik ook kracht uit. Maar ik put ook kracht gewoon als ik op een fiets hier naar mijn werk ga. En ik rij hier door het Maxima Park. Ik denk, alles ontspruit. Weet je, het bestaan van de wereld, het ontstaan. En ik geloof echt in de schepping. En ik geloof binnen mijn werk ook echt dat ieder mens uniek is. Jij en ik, maar ook de cliënten. En dat ze zo mooi zijn, omdat ze zo uniek in hun vorm zijn. Iedereen is anders en iedereen heeft zijn eigen eigenaardigheden. Net als dat jij en ik hebben. Dus in die zin, weet je, dat vind ik heel mooi. Ik vind het leven vind ik nog steeds een wonder. Ik ben gewoon een mens. Ik ben een mensenmens. En je geloof, dat is niet alleen voor de zondag. De geloof, dat is iets wat, waar jij zegt, verwevenheid. Nou, ik zeg wel eens van, het is van een kruin tot mijn tenen. Het zit in je lijf, het zit in je leven en je manier hoe je met mensen omgaat. En ook je drive, tenminste mijn drive voor mijn werk en drive hoe ik in het leven sta en hoe ik ooit mijn kinderen opgevoed heb. Ik ga met cliënten om zoals ik zelf ook benaderd zou willen worden. Ja. Dus je toon. En ook, ik schrik niet zo gauw van verhalen of zo. En ik denk van, ik ben opgegroeid in een, ik kom van de Veluwe eigenlijk heel erg in, nog net niet de Bijbelbelt, maar ik ben heel erg zwart-wit opgevoed bijvoorbeeld, hè. Dus het is of goed of kwaad. En ik heb ook door mijn huwelijk, maar ook door mijn werk leren kennen dat alles niet zo zwart-wit is. Ik ben zelf niet gelovig, dus daar heb ik nu in die zin daar heb ik niet zoveel mee. Maar ik merk wel dat ik vooral heel veel positieve energie krijg van dat ik buitenaf woon. En dat ik als ik thuis ben gewoon lekker naar buiten kan. En naar vrienden, dat ik kan bellen met vrienden. En nou ja, dat ik me gesteund voel. Ik krijg vandaag bijvoorbeeld een kaartje van een vriendin met een foto van haar kindje. Die schrijft dan een persoonlijk kaartje van hou je taai en hou het vol. Ja, er zijn zoveel mensen die, nou ja, ik krijg bloemen. En het is gewoon heel, je voelt je gewoon wel heel gesteund. En dat geeft mij wel elke keer weer de kracht. En je realiseert ook wat je daarvoor had. Hè? Ik was zelf net een hele lange reis naar Afrika geweest. En dan realiseer je nu wel van, nou ja, dat het wel heel bijzonder is dat je dat nog hebt kunnen doen. Terwijl je daar normaal gesproken helemaal niet over nadenkt. Maar je realiseert nu wel wat je voor vrijheid normaal gesproken hebt. En wat je dan, hoe goed je het eigenlijk hebt hier. Wij als ambulance medewerkers zijn vooral opgeleid om in noodsituaties acuut en adequaat te kunnen optreden. En levensreddende handelingen toe kunnen passen. En dat heb je af en toe nodig om de kick te krijgen. En dat klinkt misschien heel erg bravoerachtig. Maar als je heel de dag alleen maar ziekenvervoer doet. Niks ten nadele van ziekenvervoer. Dus gewoon van A naar B rijden. Omdat het niet meer gaat met meneer en mevrouw zelf.
haal je geen energie. Af en toe moet je een reanimatie hebben die slaagt waarvan je zegt, yes, dat hebben we goed gedaan. Daar zijn we voor opgeleid. Daar krijg ik mijn energie van. Ja, mijn ervaring is wel dat, hè, wat ik er straks al zei, is dat samenhorigheid wordt groter. En ik proef dat ook wel in ziekenhuizen, zo van met z'n allen gaan we die klus klaren. En wat de uitkomst ook is, als je maar van jezelf weet dat je maximaal hebt kunnen doen wat de patiënt nodig had, wat de uitkomst dan ook is, dan kom je er wel sterker uit. Dus die saamhorigheid, dat is één. En twee, zorg goed voor jezelf. Dankjewel. Prachtig einde volgens mij. Zorg goed voor jezelf.